Vlakbij de Kippenbrug over de Nieuwe Haven tussen het centrum van de stad en Schiedam-West wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe aanleg en opstap- en afvaarstijgen voor de fluisterboot. Binnenkort gaat het nieuwe vaarseizoen voor de fluisterboot van start. Vorig seizoen moest de Stichting Rondvaart Schiedam op woensdag 14 oktober plots besluiten om een einde te maken aan het vaarseizoen dat eigenlijk tot 1 november zou doorlopen. De stichting vond het toen ongepast en onverantwoord om door te blijven varen vanwege de aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. MUZIEK